Hey jongens van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe update video. Het is een hele tijd geleden dat ik even deze video's heb gedaan. De laatste was volgens mij ergens in april of zo. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval jongens, ja, in de update video's ga ik vooral praten over wat belangrijkere dingen. Zoals bijvoorbeeld vakantie. Want wel, ik ga aankomende zondag ga ik op vakantie naar Slovenië. Lekker 3 weken even weg van alle YouTube rompslomp. Nee hoor, ik vind YouTube over het algemeen wel heel leuk. Maar als je er te lang mee bezig bent, dan word je er een beetje moe van. En dan ga je aan dingetjes ergeren waar je normaal helemaal geen probleem mee hebt in principe. Maar goed, ja, 3 weken is lekker naar Slovenië. Ik ga op een camping in Radulica staan. Dat is een stad die vlakbij Ljubljana ligt. Ja, en Ljubljana is de hoofdstad van Slovenië, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar goed, ik ga het eerst even over de gameplay hebben. Want wel, dit is geen Black Ops 2. Nee, dit is MW3 voor de verandering. En wel, het was niet zo'n toffe gameplay. Maar echt, het was zo grappig. Want die werd op een gegeven moment helemaal ondergespet met granaten. En het was echt gewoon een strijd om het capture point B. Want wel, zoals jullie wel zagen, is de domme op holy shit, hoe heet deze map ook alweer? Het is zo lang geleden dat ik MW3 heb gedaan. Echt, ik weet het gewoon niet meer. Submit of zo, nou, je zag het wel in het begin van de video. Maar in ieder geval, jongens, je wordt hier dus helemaal ondergespamd met weet ik veel wat voor rotzooi, predator missiles, helikopters, reapers. Ik weet niet helemaal wat ik allemaal tegen kreeg. Maar uiteindelijk winnen we ook nog. Dat is nog het hele leuke van het verhaal. Dus je speelt wel tegen een stel Josties in principe. Maar goed, over de vakantie dus in principe. Wel, er komen dus voor 3 weken lang geen video's uit. Dat spijt me echt enorm, maar ik had geen tijd om allemaal video's vooraf te recorden en te editen en te uploaden. En daar baal ik wel een beetje van, want wel, ik wil alsnog wel wat traffic op mijn verkeer houden en wat content uploaden. Maar helaas pindakaas, dat gaat dus niet en wel, ik denk wel dat ik dat voor de komende meivakantie. Mijn vakantie gaat helemaal niet weg. Nou, ik ga pas over een jaar in principe weer weg. Want echt, meivakantie is echt veel te duur. Want normaal gaan wij altijd een week ergens in een huisje of zo. Maar je betaalt gewoon wat, bijna €1500 voor een week hier weg. Nou, dan hebben wij liever zoiets van, ja, hallo, daar doen we dan liever iets anders van of zo. Snap je? Dus geld is in principe niet echt een probleem. Maar het is wel een probleem dat het gewoon zoveel kost. Het is gewoon, de prijzen zijn gewoon zo omhoog gegaan. Kijk, €1500 is gewoon niet echt een probleem. Maar wat het probleem is. Het is maar een week in een huisje. Het is niet echt een villa van Belvilla of zo. Nee, het is gewoon zo'n klein rothuisje. Dus ja, dat is best wel falend. Maar goed, zomervakantie. Dus we gaan met een tent weg naar Radulica dus in principe. En ze hebben daar echt een heel groot zwembad. Zo'n heel groot, gigantisch, olympisch zwembad. Echt zo'n heel groot ding daar. En dat is echt wel leuk. Dus je kunt er lekker veel zwemmen en zo. En hopelijk wordt het ook niet te warm. Dus ja, dan kan ik gewoon lekker daar wat gaan zwemmen. Een beetje lekker op de computer, want de laptop gaat ook mee. Dus ja, daar heb ik Lego DC Super Heroes Batman 2 op. Rollercoaster Tycoon 3 Gold Edition, want wel, ik wil daar wat mee oefenen. Dan neem ik nog Angry Birds Spits mee, want daar wil ik ook wat mee oefenen. En even kijken, wat neem ik nog meer mee? En Lego Star Wars 2, deel 3 tot en met 6 of zo, ja. En wel, daar ga ik ook wat mee kijken en zo. Ik heb natuurlijk wel een nieuwe Lego Star Wars game, Lego Star Wars. Wat was het ook alweer? Drie de Clones of zo. Oh ja, by the way, jongens, nog even over de gameplay. Mijn god. Ik speel hier met de Scar L, Silenced en Impact. En ook nog met een support killstreak van Sam Turrent. Max UAV of zo. Dat ding waardoor je gastjes laat zien. En een stealth bomber. Dus ja, maar goed, eens even kijken. En natuurlijk nog met mijn secondary een MP9 of zo. Ik weet het niet. Maar verder is over de vakantie. Ik vind het best wel jammer dat ik helemaal niet meer bezig kan zijn met YouTube. Dus in principe. Maar het is een aan de ene kant ook wel goed, want zo heb ik wat tijd om wat dingen op een rijtje te krijgen, zoals bijvoorbeeld een gameplan maken. Ik heb al een klein iets van een gameplan gemaakt, maar daar ga ik het nog niet over hebben, want wel, daar ga ik het pas met jullie over hebben in de update video wanneer ik weer terug ben. Dus ik ga dus ongeveer 3 weken weg. Het zal misschien wat langer, misschien wat korter zijn. Dat hangt er allemaal vanaf hoe het allemaal gaat met inpakken, uitpakken, blessel, rotzooi, allemaal blablabla. Want wel, als je terugkomt, ga ik niet meteen een boven een filmpje maken. Nee, dan ga ik eerst gewoon een paar dagen rustig aan natuurlijk. Want wel, Snooze en Gizmo, die zie ik dus ook een hele tijd niet. Dat vind ik ook wel jammer. En natuurlijk heb ik niet echt meer contact met jullie en ik ken nog wel mijn Twitter. Dus als je echt dingen wilt weten, wil je foto's van mij zien, wil je gewoon leuke updates volgen, dan moet je me even volgen op Twitter. En oh ja, by the way jongens, voor mijn foto's, want ik heb ook best wel wat foto's af en toe voor jullie, vooral in de vakantie, dan moet je even mij volgen op Instagram. Als jullie niet weten wat Instagram is, je googelt gewoon Instagram. Dat is net zoals Twitter ongeveer, alleen dan voor foto's. Het is echt een stuk makkelijker om daar je foto's op te doen, want wel, ik heb zo'n fan van de Samsung telefoon en wel, hij doet alles behalve foto's op Twitter neerzetten. Dus ja, dat ga ik allemaal via Instagram doen.
doen. Dus ja, er staat er wel een tweet op mijn Twitter van Instagram, foto, bla 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 of zo. En dan ga je naar mijn Instagram toe. En wel, je kunt me erop volgen, dan krijg je automatisch een ding binnen. Of je checkt gewoon de foto en je laat een leuke comment of zo achter. Maar het is wel leuk als jullie me volgen, want dan kunnen we daar ook een soort van community op bouwen. Ik heb nu over de 100 volgers op Twitter. Echt super episch. Ik heb ook bijna de 800 subs gehaald. Misschien als jullie deze video zien, heb ik wel 800 subs gehaald. Dat weet ik niet. Maar ja, in ieder geval, als ik dat zo is, dan bedankt. Het is echt gewoon prachtig hoe snel ik ben gegroeid de laatste tijd. En ja, eens even kijken, wat nog meer. Twitter dus, daar moet je me vooral op volgen als ik iets te zeggen heb of laat het gewoon, ja, laat het maar gewoon erop houden dat ik gewoon enorm veel ga tweeten. Ik ga echt heel veel tweeten, jongens, over bijvoorbeeld wat ik ga doen die dag en leuke foto's ga ik dus op Instagram posten. En wel staat de link hier op mijn kanaal, naar mijn Instagram en naar mijn Twitter en naar mijn Facebook, maar mijn Facebook doet niet zo heel veel. Maar jullie mogen me erop volgen en wel, that's it. Ik doe meer op Twitter en op Instagram in principe. Eens even kijken, dan ga ik heel erg veel vlogs maken. Dus als ik terug ben, dan gaan jullie denk ik de eerste week heel veel vlogs zien. En ja, ik ga proberen om ook in de eerste maand series af te ronden. Dat we in de tweede maand, ja, augustus, september, weet je wel. Want ik kom ongeveer wat half augustus terug of zo. Ik weet niet wanneer ik terugkom, maar ja, daar ga ik dus eerst alle oude series afmaken. Want het is me niet gelukt om de drum show af te maken. Hetzelfde geldt voor Road to Gold en daar baal ik wel van, want wel, dan deed Sony Vegas weer moeilijk, dan deed mijn HDPVR weer moeilijk, dan deed Open Broadcaster Software weer moeilijk, dan deed dit weer moeilijk, dan deed YouTube weer moeilijk, zo'n puinhoop. En wel, het is dus best wel raar dat ik gewoon enorm veel moeite heb om video's voor jullie te uploaden en te maken de afgelopen week. En daar baal ik ook best wel van, maar ja, het is niet anders. Ik heb volgens mij nog alles wel opgelost. Alleen ja, ik ga dus al weg en hier maak ik echt gewoon volgens mij een redelijke faal met stealth bombing. Ik probeer hem wat 3 keer in te callen of zo. En het gaat steeds mis, maar eens even kijken hoeveel kills haal ik hiermee. Geen 1, GG! Wat ben ik toch goed hierin? Nee, maar Road to Gold ga ik dus mijn verder, die ga ik afmaken. En hetzelfde geldt voor de dropshoe. Even kijken, dan ga ik daarna beginnen met een paar hele leuke series. Ik ga daar nog niks over vertellen, jongens, maar er komen echt enorme leuke series jullie kant op. Over series gesproken, ik heb by the way ook nu 2 afleveringen op mijn kanaal staan van Left 4 Dead 2. En het zou echt geweldig zijn als jullie even die video's gingen checken. Want wel, het is echt super, super, super awesome. Want wel, ik speel het met Ivo, met Jelle, met nog wel wat andere mensen. En de game met kijkers komt ook terug, by the way. Daar ga ik heel veel mee doen als ik weer terug ben. Maar iedereen is op vakantie en zo. Dus ik begrijp dat ik wel dat niet iedereen kan. En wel, er is niet heel veel multiplayer gaan. De Skyblock ligt volledig stil. Maar ja, dat komt omdat Joran er niet is. En hij komt waarschijnlijk net terug wanneer ik wegga. Dus dat is best wel raar en stom en irritant en weet ik veel. Maar ja, ik ga dus wel heel veel uploaden en maken en zo wanneer ik weer terug ben. Ik ga zelfs in september ga ik proberen om 4 video's per dag te doen. Ik heb al gezegd, ik ga het een week in ja, augustus doen. Alleen, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon in september, want wel, dan ben ik al lang terug. Dan ga ik gewoon proberen om gewoon 4 video's per dag te uploaden. En wat dat bestaat uit voornamelijk Ronald Spot Minecraft. Want ik ga proberen om iedere dag gewoon van Minecraft te uploaden. Want wel, als de episode 100 is, gaat die serie gewoon aflopen. Zo simpel is het gewoon. En daarna komt wel weer een fantastisch leuke nieuwe Minecraft serie daarvoor in de plek. Dus ja, die ga ik dan proberen om misschien voor de kerst af te krijgen of zo. Ik weet het allemaal niet. Daar ga ik gewoon niks over zeggen, want je weet nooit hoe het rad draait of zo. Ik weet niet hoe dat spreekwoord heet. Maar ja, eens even kijken, wat ik er nou net over. Oh ja, 4 video's dus. Gewoon als tot Minecraft bijna iedere dag. Daar ga ik proberen om ook heel veel Hunger Games te uploaden. Misschien zelfs ook wel bijna iedere dag. En wel, daar komt er misschien zelfs wel iets van Durpsoe of een serie die op dat moment heel populair is. En ja, gewoon ook wat random series, zoals bijvoorbeeld Left 4 Dead. Dat ga ik gewoon uploaden met een bepaald aantal likes en zo. En ja, jullie kunnen daar een maand over doen, jullie kunnen er een dag over doen. Dat ligt gewoon aan jullie. En als jullie niet meer willen zien, dan zullen jullie waarschijnlijk ook niet echt meer likes gaan achterlaten. Of jullie me wel laten weten. En wel, dan stop ik gewoon met die serie. Zo simpel is het, en dan kan ik weer gewoon wat anders gaan uploaden. Bijvoorbeeld iets van Minecraft of zo, weet je wel. En zo hou ik traffic op mijn channel, wat gewoon iedereen leuk vindt. En ik doe ook wat
voor Team Fortress op dit moment. En jongens, ik kan niet iedereen blij maken, want wel onder de Team Fortress en Left 4 Dead video's zeiden jullie wel van, wij hebben liever Rona speelt Minecraft dan Hunger Games. Maar als ik alleen maar Rona speelt Minecraft dan Hunger Games ga uploaden, wordt het ook saai. En voor mijzelf ook, want ik speel echt gewoon tonnen met de games. Ik speel ook World of Tanks, maar daar gaan jullie niks van zien. Want het is persoonlijk, ik vind het gewoon leuk om dat voor mijzelf en voor mijn vrienden te houden. Want Jelle speelt het, Joran speelt het, Ivo speelt het. En nog heel veel andere vrienden van mij. Misschien gaan we nog wel iets randoms daarmee doen of zo, maar... Ja, weet je wel, dat is gewoon... Oh mijn god, mijn scherm valt uit, hij is fijn. Ik loop al zo lang te lullen, even kijken. Oh ja, zo. Maar ik doe dus wel enorm mijn best om straks in september allemaal nieuwe series en video's jullie klaar te hebben. In augustus zou het nog een beetje oude rotzooi zijn, zoals Road to Gold en noem het maar op allemaal. Maar in september gaan we echt gewoon hardcore en in december heb ik echt iets heel leuks in de planning voor jullie. Het heeft iets met Hunger Games te maken, meer ga ik er niet over zeggen, maar dat moeten jullie dan allemaal wel zien. Dan wil ik nog even hebben over mijn Minecraft server, want heel veel mensen denken dat ik een Minecraft server heb. En ik heb niet zo heel veel tijd meer, dus ik ga het daar nog even over hebben. Maar ik heb dus geen Minecraft server. Ik heb geen Minecraft server. Ivo heeft een Minecraft server, Jelle heeft een Minecraft server en Johan heeft een Minecraft server. Ik niet, want wel, dat staat mijn netwerk en computer gewoon niet toe. Het ligt niet aan mijn specificaties, maar het ligt aan mijn internettroep, wat in mijn computer allemaal zit. Dat is allemaal vergrendeld en daar ga ik verder ook niks meer doen. En ik ga ook geen server met Port Forward doen, want dan kan ik gedelost worden. En ik kan over 2 jaar, het klinkt echt super droog wat ik nu ga zeggen, maar over 2 jaar ongeveer, nou ik denk dan wel een jaar ongeveer, kan ik gaan livestreamen. En dat lijkt me echt enorm leuk om te doen. Dus daarvoor wil ik ook niet echt een server maken waarmee ik gedelost kan worden in principe. Dus jongens, maar goed, eens even kijken. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Hopelijk heb ik zoveel mogelijk duidelijkheid gegeven over de dingetjes. Er komen dus 3 weken geen video's uit, maar we gaan in september en december gaan we fucking hardcore. Motherfucker, nee, oké, maar in ieder geval, even kijken jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik wens degene die nog niet op vakantie zijn en of de mensen die deze video op vakantie kijken een fantastische vakantie toe. Hopelijk genieten jullie nog even van, ja, ik heb hem gewoon zo grappig met surfpuntjes. En wel jongens, als jullie nog vragen hebben, laat het even achter in de comments of stuur het me via Twitter of weet ik veel. Wil je ook de info over mijn Hunger Games servers? Kijk op mijn kanaal bij Over en daar zie je wel, hier speel ik Hunger Games, klik daarop, daar zie je de server IP's. Dus ja jongens, maar goed, tot volgende keer, bedankt voor het kijken allemaal. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. Like, favorite, comment en subscribe. Volg me even op Twitter @shadowgames23. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.